Ik begin de vlog even een beetje apart, maar ik laat jullie even zien wat ik elke twee dagen mee te maken heb. Dat is dus dit. Het editen. Met je. Die foto's die komen ook niet allemaal vanzelf. Nou, die is bezig ook met editen. Alles erop eraan. En ja, op die manier krijgen wij foto's en ook vlogs op internet. Nou, ik ren heel even snel naar de supermarkt tijdens het editen. Het is best wel lekker als je iets... iets te eten of te drinken haalt. En we hebben hier een convenience store waar je alle dingetjes zeg maar kan halen voor in de nacht of zo. Dat is een nachtwinkel en ja, het is best wel cool. En deze twee mee. Zoals jullie kunnen zien is de Hostels hier, zeg maar. Daar is de convenience store. Hostels? Convenience store. Super handig. Nou, goedemorgen jongens. Ik dacht ik begin de vlog niet met het ontbijt. Wij beginnen de vlog zeg maar na het ontbijt. Je hebt hier van die bussen die dan op zo'n kabelrails rijden. We lopen nu vanuit onze hostel naar de pier toe. We gaan even kijken hoe lang we dit gaan volhouden in het moment al die heuvels en zo. Vandaag is dus de dag van de Big Alcatraz. En we gaan even kijken hoe gedetineerden vroeger zeg maar, daar geleefd zouden moeten hebben. En ja, dat is een van de meest gevreesde gevangeniscomplexen wat ooit in de wereld ons bestaan heeft. Dus ja, we lopen er nu heen en ja, de sightseeing hier in San Francisco. Laat me een beetje denken aan New York. Vanwege al die skyscrapers. Nou, dit is de Trans-American Pyramid. En ik moet zeggen, de architectuur is badass. Yeah. Nou, voordat je in een gevangenis komt, moet je hier al zeg maar terechtkomen om zeg maar je kleding en zo op te halen en kleding af te geven. Moet je eens nagaan dat je hier zo moet staan en moet wachten en zeg maar je horloge en al je shit gewoon af moet geven. En dat je in ruil van uniform krijgt, handdoeken, bedlakens. Dat je alles hiervoor moest inleveren. Zoals jullie daar kunnen zien zijn het zeg maar de schoenen van de inmates die vroeger ingeleverd zijn. Ik kan me helemaal niet voorstellen hoe het zeg maar voelt om hier te lopen en daar te douchen en zo. Gewoon met z'n allen hier op één plek. Dat is crazy man. Zoals jullie kunnen zien zijn dit de celblokken waar mensen hebben verbleven. Stel je voor hè, dat jullie daar al zitten en dat ik hier al zit. Dat is pretty crazy. Ik is nagel, mijn arm past er net doorheen, dus het is onmogelijk om te ontsnappen. Dus ja man. Je hebt een klein bedje daar al. En daarnaast je tafel, je stoeltje, je wc en je sink. Dat is alles man. In sommige celblokken hebben ze geen bedden geplaatst. Dus het is voor mij zeg maar ook wel onbekend hoe mensen of gevangenen hier zeg maar slapen. Maar de kamer daarnaast heeft wel weer eentje. Maar moet je eens nagaan hè, dat je gewoon bijna 20 uur op een dag zeg maar opgesloten zit in zo'n cel. Op de camera ziet het er groter uit. Echt is het echt. Ik denk dat het zo'n 1,5 meter bij misschien 2 meter is. Of niet eens. 1,5 bij 2. De isolatiecel, helemaal donker. Je ziet amper wat. Je hebt hier helemaal niks. Maar ook helemaal niks. Als je die deur zeg maar dicht doet, dan zie je helemaal niks meer. Is het mogelijk dat je die deur dicht kan doen? Is die vast? Ja. Dat is jammer. Dus ja jongens, ik ga even wat uitproberen. We gaan zien of het werkt. If somebody is here, show yourself. Give us a sign that somebody is here. We are here just friendly, we mean no harm. Als jullie iets gezien hebben, laat even wat onder de comments achter, dan kan ik het even goed bekijken. Maar ik edit dit gewoon helemaal vol erin, zodat jullie eventueel voor mij mee kunnen zoeken. Of er iemand hier is die,
die echt aanwezig is in deze celboek. Vietnamezen zijn ook niet de meest lief aardige mensen op de wereld. Zijn Vietnamezen hier in Alcatraz beland? Zien jullie dit? Ja. Zie je dit? Ik ben niet blij hoor. Kijk. Zo staat hij. Ja, loop maar. Helling, ik zeg wat. Ik durf wel te zeggen dat het 30% is. 30%? Weet je wat dat is? Dat is 30 van 100. En volgens mij heb ik hier al eerder gevlogd, maar dit is echt super mooi om te zien. Ik heb muziek in, dus het kan zijn dat ik een beetje schreeuw. Jing is dus naar boven gegaan. Ik had niet echt de uurtje om $11 extra bij te betalen om boven kantoor te staan. Dus daarom zit ik hier al een beetje muziek te luisteren op mijn 6H iPod. Na een paar weken, na echt exact een paar weken weg geweest te zijn, dan denk ik weer van ja. Het was eigenlijk net genoeg om vakantie te vieren en dat we nu uiteindelijk een beetje aan het einde van de reis toe komen, denk ik van ja, we hebben genoeg gezien, zeg maar. En verder, Amerika, ik kom zeker terug, maar het klinkt alsof dit de laatste vlog is, maar we hebben nog één vlog te gaan en dat is deze en de volgende voor jullie nog. Dus misschien maken we nog mee, wie weet. Maar tot nu toe, het is een geslaagde reis. Ik heb niks te klagen. Binnenkort sta ik weer in de winkel en dan is het weer keihard werken voor de volgende reis. Nou, wat we nu aan het doen zijn, of wat ik nu aan het doen ben. Vuilwas aan het doen ben, dus dat hoort ook nog eens bij het leven van een vakantie. Wat meer dan een week duurt. Dan heb je vuilwas, dus als je dat nog kan doen, dan kan je dat ook nog doen. En vervolgens gaan we hem drogen. Hey, mijn chips. Ik moet zeggen dat deze hostel eigenlijk voorzien is van alle soorten evenementjes wat je kan doen. Je hebt hier een pooltafel, je hebt daar al een voetbaltafel, je hebt hier al de lounge gebied. Je hebt een bar, ja, alles is in ieder geval compleet. Ja, we zijn nu bezig met een potje, een beetje pool. En alles is compleet en het is veel beter dan de meeste hotels die ze tot nu toe bieden. Dus ik zeg hostels, leuke mensen ontmoeten. Als je jong bent, echt vooral doen. Volgende 44 mijlen, dus bijna 90 kilometer, hebben we aan hairpins. Hairpins, man. Watch out for snow slippery. Nou jongens, de GoPro staat gereed. We hebben zometeen een coole montage weer. Ik heb niet heel veel te vloggen eigenlijk, maar omdat we constant aan het reizen zijn. Oh, ik word hier aangevallen door beestjes. Maar omdat we constant aan het reizen zijn, denk ik van ja, weet je, in plaats van dat ik ga vloggen, zet ik gewoon even een GoPro's op verschillende plekken van de auto. Maar ja, hier gaat hij dan. Het ziet er niet koud uit, maar het is echt koud. Maar ik zal jullie laten zien waarom het koud is. Goed, kijken. Ik ga jullie verrassen in Californië. IJs. Motherfucking ijs. Gewoon ijs. What the hell? Ik krijg dus net te horen dat er geen toeristenbus hier komt. Dus geen pendelbussen, geen connectionbussen of whatever dan ook. De enige manieren om hier te komen is dat je eigen vervoer hebt. Dus onder andere een auto, een motor of whatever. Als je iets kan huren of met vrienden kan gaan, dan kan je hier komen. Want er komen hier geen bussen. We hebben geen hostel gevonden, geen hotel, helemaal niks. Dus het is voor ons nu zeg maar de uitdaging om verblijf te kunnen regelen. Dat we praktisch zeg maar niet in de auto of op straat moeten slapen. Het zou waarschijnlijk wel de auto zijn. Maar ja, liever niet, want ik heb vandaag straight up 12 uur gereden. Het is 10 minuten geleden dat we aan zijn gekomen en ik heb precies 12 uur gereden.